Maarten, waar gaan we het in deze aflevering over hebben? De participatiewet. Ik ben benieuwd wat die wet inhoudt, maar dat mag je straks in de Kate uitleggen. Welkom bij deze nieuwe en meteen ook de laatste aflevering van de Kate. Dit programma gaat over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en hoe belangrijk het voor hen is om aan het werk te zijn. In deze aflevering zien we drie portretten. De eerste medewerker die we te zien krijgen is Wilma Verhoeven. Zij werkt als cateringmedewerker op het hoofdkantoor van IBN. Ik ben Wilma Verhoeven en ik werk bij de IBN hoofdkantoor in Uden. Ik sta in een bedrijfskantine. Ik sta meestal in de warme keuken en koude keuken. Maar we hebben hier ook nog andere onderdelen zoals bedrijfsrestaurant, koffiekeuken, afwaskeuken en van alles eigenlijk, interne en externe gasten verzorgen. De interne gasten en externe gasten zitten boven in de vergaderruimtes en daar brengen wij de koffie naartoe eigenlijk. En soms als we iets hebben besteld, iets lekkers bij de koffie, dan brengen we het ook naartoe. Ik kan mijn werk eigenlijk wel helemaal alleen doen, maar ze hebben wel op de achtergrond iemand staan die af en toe even mij terugroept of even zegt van hey Wilma, we doen dit zo of we gaan zo doen. En ik ben te enthousiast eigenlijk, ik wil heel graag meedenken en dat soms vinden ze ook heel fijn, maar soms zeggen ze van nee, nou even stop. We hebben een hecht team eigenlijk en we doen eigenlijk alles met elkaar gewoon overleggen, samenwerken, elkaar ondersteunen op punten waar het nodig is en elkaar helpen. Nou, het cateringwerk bevalt me heel goed. Ik heb zelf de opleiding ook gedaan voor catering en ondersteuning van een kok in een bedrijfskantine of in een bejaardenhuis. Nou, ik mag niet klagen. Ik zit hier heel goed en ik vind het heel leuk werk hier. Dus ja, in de toekomst, ja, dan moet ik even afwachten wat het ruilt en zelt, zeg maar, aan welke kant het op gaat eigenlijk. Dus ik hoop nog dat ik hier heel lang mag blijven. Ik zit hier voor de tweede keer met IBN-directeur Maarten Gielen. De eerste keer hadden we het over social return. Nu gaan we praten over de participatiewet. Wat houdt die wet in? De participatiewet is een nieuwe wet die per 1 januari 2015 ingaat en een vervanging vormt van drie bestaande regelingen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is hetzelfde als bij social return om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. En wat houdt de wet precies in? Kan je daar inhoudelijk iets over zeggen? Ja, de wet regelt een aantal voorzieningen om plaatsing in de arbeidsmarkt te bevorderen. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan loonkostensubsidie, waarmee een werkgever gecompenseerd wordt voor de mindere prestatie die iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt kan leveren. En wat is dan het belangrijkste van deze nieuwe wet? Het belangrijkste is dat ook reguliere werkgevers een inspanning gaan leveren om plaatsen te creëren op de arbeidsmarkt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar als er steeds meer gebruik wordt gemaakt van reguliere werkgevers, wordt er minder gebruik gemaakt natuurlijk van sociale werkvoorziening. Wat zijn dan de gevolgen voor IBN? IBN wordt ook steeds meer een reguliere werkgever. Dat betekent met minder subsidie en onder gelijke voorwaarden opereren. Daarbij blijft wel onze missie overeind om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol naar werk te brengen. En wat betekent dit voor de mensen die bij IBN werken? In principe voor de mensen die met een SW-dienstverband bij IBN werken verandert er helemaal niets. Zij blijven gewoon bij IBN werken. Een nieuwe wet, maar heb jij nou een SW-dienstverband bij IBN, dan verandert er dus eigenlijk helemaal niks. De volgende reportage gaat over Eveline Loeven. Zij werkt bij een groothandel in diergeneesmiddelen. Ik ben Eveline Loeven, ik werk bij AUV, dat is een groothandel voor diergeneesmiddelen. Goedemorgen, AUV Kuik, u spreekt met Eveline van de receptie. Ik ben telefoniste receptioniste, ik neem de telefoon aan, ik doe administratief werkzaamheden. Dat houdt in dat ik de facturen inboek en de facturen op de post doe. En verder, wanneer de bezoekers komen, dan schrijf ik ze in en krijgen ze van mij een badge. Nou, hier worden de bestellingen naar de sorteerband gebracht. En daar worden ze gesorteerd, zodat ze naar de dierenartsen vervoerd kunnen worden. Ik heb een turnongeluk gehad en daardoor heb ik nekletsel opgelopen. En doordat ik lang met nekletsel heb gelopen, heb ik CVS gekregen. Dat is chronisch vermoeidheidssyndroom.
En daardoor ben ik dus chronisch vermoeid. Bij IBN houden ze rekening met je beperking en dan kijken ze ook naar wat de werkgever kan doen om jouw klachten te verminderen. En doordat ze daar rekening mee houden en dat ik mijn rust mag pakken en kan pakken, kan ik het beter en langer volhouden. Ik vind het superleuk om hier te werken. Iedere dag is anders. 'S Ochtends als je op je werk komt, dan weet je helemaal niet wat de dag je gaat brengen. En de uitdaging vind ik juist zo leuk. Ik hoop dat mijn toekomst hier bij AUV ligt. Ik heb het hier ontzettend naar mijn zin en ik zou op dit moment niks anders willen. Bij het volgende portret blijven we in deze omgeving. De keet staat steeds bij de IBN-kwekerij in Schaik. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk in en om die kas? Dat vertelt René Beenders. Het werken met planten en de natuur staat René op het lijf geschreven. Ik ben René Alexander Beenders en ik werk sinds 3 jaar bij IBN Kwekerij in Schaik. Ja, ik werk met de moederplanten en daar wordt de stek vanaf gewonnen. En verder doen wij daar onderhoudswerkzaamheden zoals onkruid verwijderen en voeding geven, dat soort werkzaamheden. Nou, ik ben echt een buitenmens, binnen benauwd me, dus ja, zomer is voor mij echt je van het. De reden waarom ik eigenlijk voor planten kies is, omdat de natuur heeft me altijd geïnteresseerd van jongs af aan. Ik was altijd lid van Jeugd Natuurwacht, Wereld Natuurfonds. Die dingen, ja, en ik ben nog steeds altijd met natuur bezig. Ik werk op de IBN omdat ik een bepaalde periode in mijn leven wat moeilijker heb gehad. En toen heb ik een gesprek met een psycholoog gehad en is eruit gekomen dat ik misschien beter een tijdje voor wat rustiger aan kan doen, dus minder werkdruk. En toen ben ik zo bij IBN kwekerijen terechtgekomen. Ja, een stuk vrijheid en de planten zelf en de werkzaamheden en ik ben echt een aardemens, dus wat dat betreft zit ik op de goede plek. Ik heb ook nog een toekomstdroom en dat is, ik zou graag naar een land willen waar het wat je gemoedelijker kan leven, waar er echt nog mooie natuur is en waar je echt zelfvoorzienend kan leven. Dat vind ik echt het mooiste wat er is. Dit is de laatste aflevering van de Keet. Naast de participatiewet zijn we meer te weten gekomen over social enterprise en social return. En we hebben het gehad over wanneer je nou in aanmerking komt voor een functie bij IBN. Wil je nou meer informatie over een van deze onderwerpen? Dan kun je terecht op onze website www.d-tv.nl.